Lieve mensen, welkom in te gek dat je luistert. In deze podcast bespreek ik alles wat met fotografie te maken heeft. Soms met een leuke gast en soms praat ik zelf een aflevering vol. Wat het ook mogen zijn, samen leren wij van A tot Z fotograferen. Ik ben Sjoerd en dit is de Fotografie Beginner Podcast. Dag lieve luisteraar, fijn dat je weer luistert. En voor de mensen die voor het eerst inschakelen, welkom. Mijn naam is Stuart, ik ben de oprichter van fotografiebeginner.nl. En uh, jouw host tijdens deze podcastshow. In uh, deze dertiende aflevering uh, spreek ik 30 minuten met de uh, getalenteerde fotograaf Martijn Roos. Het is eindelijk zover. Ik heb het al een paar keer uh, geroepen in vorige afleveringen. En uh, hij is hier eindelijk. En, uh, een goede vriend, maar absoluut ook een, uh, een topfotograaf. En uh, we kennen elkaar wat langer, maar daar duiken we zo meteen in. Allereerst uh, welkom Martijn. Dankjewel man. Hoe is het Dat jongen? Gezellig. Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, gaat het goed. Ja. Ik, uh, ik heb nog niet uh, zoveel last van winterdepressie als voorgaande jaren. Dus uh, dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Tickets Het... naar Kaapstad zijn geboekt. Kijk, maart en april, dus ik heb iets om naar uit te kijken. En, uh, heel goed, ja, jongen. Heel God goed. Dit. Lekker. Je had alleen wel uh, een erg lange rit hier naartoe, geloof ik. Uh, ja, helaas. Helaas, de files. nog ja, erger voor de mensen die een ongeluk hadden, natuurlijk. Maar, ja, dat uh, is ik zo, zo. Maar je bent ja, er. Je ben bent het. er. Wat goed, mm. jongen. Hey, uh, kun je misschien iets over jezelf vertellen? Want zo begin ik natuurlijk altijd even met, uh, met alle gasten. Uh, ik weet dat je heel graag uh, surft en, uh, en veel reist ook. Daar hadden we het net al even over Kaapstad. Ja. Maar uh, kun je een beetje over jezelf vertellen? Uh, ja, zeker. Ik uh, ben inderdaad um, jaren geleden begonnen met surfen en dat is nog steeds een uh, groot onderdeel van mijn leven. Ik uh, haal daar gewoon veel uh, voldoening uit uh, en ik kan het heel vaak combineren met mooie reizen. En met fotografie uh, kan ik dat gelukkig ook. En um, op die manier kan ik toch uh, ontspanning vinden, ook in drukke tijden. Ook al is het maar voor een uur bijvoorbeeld dat ik ga surfen. Want ja, je gaat dus, wel uh, echt uh, ja. wekelijks een aantal keer, geloof ik. Hè? Nou, het is een beetje afhankelijk van het, van het weer, natuurlijk. Of ja. er goede golven zijn of de goede wind staat. Maar als het kan, dan. Uh, het, li het liefst uh, wekelijks. Uh... Een keertje naar het strand om even uh, ja, uit man. te waaien. Ja. Heerlijk, heerlijk. Want je woont natuurlijk in Zwijndrecht, dus uh, je bent Hoek van holland hè? geloof ik. Hoek dan. van Holland of, uh, of de Maasvlakte? De Maasvlakte. Die, ja. uh, die wordt helaas binnenkort voorgepland met, uh, <laughs> met windmolens. Maar uh, <laughs> ah, ja, daar kun je ook mee surfen, Wie toch? weet kunnen er we tussendoor zitten. Ik wil ja. net zeggen, een soort van de grote pylonnen die daar <laughs> ja, hebt. Ja, ja. Hartstikke goed. Hé, hartstikke goed. Hey, lekker man. En, uh, en reizen, dus, dat is altijd ook wel een beetje een thema in jouw leven, ja. volgens mij. Ja, van, uh, van, van kind af aan eigenlijk al. Uh, Behoorlijk meegekregen vanuit, vanuit uh, ons gezin. Uh, veel familievakanties gedaan. Ook wel uh, um, ja, cultuurreizen. En ook, ook veel, uh, veel reizen gewoon echt om uh, van de natuur te genieten. Uh, mooie dingen te doen met elkaar. En uh, dat heb ik uh, gelukkig tijdens en na mijn studie uh, lekker Do door kunnen doorgezet. zetten. Doorgezet, ja. ja. Goed, man, goed man. En nu elk jaar uh, een, een aantal maanden op zijn minst geloof ik naar Zuid-Afrika. Ja, ja, sinds... Uh, Weet je tweede thuis uh, wel? Zeker, zeker. Dat is, uh, nou ja, soms zou ik uh, willen dat het mijn eerste thuis was. Ja, ja. Maar dat is helaas niet, uh, niet echt haalbaar. Te veel lijntjes en, hier in Nederland. Ja, 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 te veel lijntjes hier. <laughs> en uh, um, ja, ook alle familie hier. En, uh, en ook de, de stabiliteit die hier uh, wel te vinden is, natuurlijk. En daar, uh, dat is absoluut nog anders. niet, helaas. Nee, nee, nee precies. Dus, uh, voor nu is het inderdaad een aantal maanden per jaar genieten van uh, het landschap en het weer. Golven en uh, het eten. <laughs> en dat mooie leven dan, daar. Uh, ja. Nou, dat is toch heerlijk. Goed ja. man. Hé, hey, um, ja, wat goed. Um, ik uh, zit even te kijken, want uh, ik, ik, hoe kennen wij elkaar nou ook weer? Dat heb ik ook nog even opgeschreven. Dat is ook wel leuk. Uh, ja, even, uh... Dat, uh, dat weet ik nog wel. Dat was ook hier. Was hier thuis ook wel, Dat was mij, ook hier thuis. Ja. En um, dat was een fotoworkshop. Een dat was mijn eerste workshop die ik ooit gevolgd heb als, uh, als fotograaf. Als beginnend fotograaf eigenlijk. Uh, met uh, Sean, Sean Flanagan. Sean Flanagan, ja. En Naomi, en, Naomi van de Kamer. En Naomi was, er was daar toen ook bij. Ja, en, ja zeker. Uh, die kende ik toen al wel eventjes. En wij hebben toen samen besloten om, om hier naartoe te gaan. Te gaan. Ja. En dat was toen toevallig dan gehost uh, hier bij jou thuis. Nou, dat was en, niet toevallig uh, hoor, was gewoon... Nou, nee, nou, ja, goed. <laughs> toevallig dat ik jou op die manier <laughs> ja, 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 precies, precies. En uh, vanaf toen ook inderdaad een hele leuke vriendschap uh, ja, opgebouwd. Wel. en. Uh, ja, zeker uh, door de jaren heen ook mooie dingen meegemaakt samen. Ook, ook al met Absolute. reizen natuurlijk erbij en, uh, en workshops en, uh, en dergelijke. Ja, leuk. En, uh, ja, zo, uh, zo hebben we elkaar ontmoet. Zo hebben we elkaar <laughs> ontmoet. Ja, precies. Nou, het is altijd leuk om, om even naar terug te gaan. Zeker. Hey, um, ben je er klaar voor? Gaan we beginnen met uh, het, het 30 minuten gesprek? Ja, ja, lijkt me leuk. Bro. Ja, ja. Mij ook. <laughs> mij ook. We, we hebben al even gezeten, natuurlijk, om een mooie outline te maken. Ja. Zodat we een beetje een leidraad hebben vandaag uh, waar we het over gaan hebben. Um, we gaan het hebben over uh, de creatieve weg. Nee, nu moet ik het goed zeggen? De weg naar creatieve fotografie. Juist, ja. En ja. Um, dat is een beetje ons uh, onderwerp voor vandaag. En daar gaan we alles een beetje aan ophangen. Um, zullen we dan gewoon maar uh, de timer aangooien? Zet hem aan. Uh, de welbekende ja. timer. Ja, iedereen iedereen tic, tic. weet het. Dan gaat hij tik-tik-tik. Nou, daar gaat hij. 3, 2, 1. Ik hoor moet dat. er wel het schuifje op ja, 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 ja. <laughs> ja, dus, ja. maar daar is die, daar is die. Hartstikke goed, hartstikke goed. Hey, um, wat is volgens jou nou creatief fotograferen? Laten we daar eens mee beginnen. Poeh. Ja, gelijk, pang, uh, 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 gelijk, knallen. Een, een grote vraag. <laughs> Zeker. Zo een groot antwoord komt er in. Ja, uh, ja, wat is creatieve fotografie? Uh, ik zou toch, ik zou geneigd zijn om te zeggen dat het uh, toch voor iedereen verschillend is. Um, je kan je kan natuurlijk bepaalde foto's aanwijzen en zeggen... Van, joh, dit is echt een hele artistieke foto en dit is een normale foto... die meer documentair is en meer uh, reportagestijl gemaakt is. Zeg maar. Uh, maar wat echt creatieve fotografie is... is denk ik voor iedereen uh, specifiek weer verschillend. En in die zin is creatieve fotografie ook uh, echt iets... Uh, wat jij persoonlijk op, een, op je eigen manier kunt invullen. Dus uh, ik denk dat als je zegt creatieve fotografie... Uh, dan zeg je vooral fotografie waar jij afwijkt van jouw eigen uh, gewoontes in in fotograferen of jouw eigen standaard plaatje, zeg maar, waar jij dan voor je gevoel veilig, veilig mee bent en ja, uh, waar je comfortabel mee bent. En als je daarvan afwijkt, dan denk ik dat je bezig bent met creatieve fotografie voor jezelf vorm te geven. Ja. En dat kan voor de een, kan dat uh, de... Ja, de, de omslag zijn van kleurenfoto's maken naar een keertje zwart-wit-foto's maken. Voor de ander kan dat nog veel verder gaan en uh, met uh, noem maar wat uh, allerlei uh, externe apparaten, rookmachines en weet ik dan maar wat. Ja, kun ja, je, kun je... Verfbommen. Ja, ja, ja. 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 En uh, de ander die zoekt het meer in de uh, instellingen van de camera misschien. Dat ze de sluitertijd dus is een beetje onscherp of, of ja. zo in plaats van scherp alles. Ja. Andere lens gebruiken, andere techniek gebruiken, maar ook andere bewerking. Ja. Uh, aan je foto geven. Dat, is, dat kan voor iedereen uh, weer anders zijn. En in die zin is dus creatief fotografie ook niet. Uh, zo Het is niet te één duiden ding. als één ding. Nee. Nee, 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 daar ben ik helemaal met je eens. Precies wat je zegt. Ja. Hè? Het is uiteindelijk een soort van zoektocht um, voor iedereen, weer die, die voor iedereen weer verschillend is. Ja. Hè? Van wat, en ook weer afhangt van je eigen interesses. Uh, waar je het in gaat zoeken. Mm. Dus ga je het inderdaad in die kamer... Sommige mensen zijn ontzettend technisch... en die zullen misschien eerder dan de techniek opzoeken. Ja. En anderen zijn misschien van zichzelf... al creatiever, tekenen vroeger altijd. Mm. Die gaan dan ineens... Uh, weet ik veel, dingen voor de camera lens houden. Ja. kijken wat dat doet. Ja, als soort collages maken. Of ja. zo. Dat ja. Uh, ja. kan natuurlijk ook. Dat je twee, uh, twee verschillende technieken van, van kunst combineert, dus dat je een foto maakt, je drukt hem af en je maakt er volgens nog een schets overheen bijvoorbeeld, ja, of ja, andersom. Ja. Dat je een schets over je een foto maakt van de schets en dan als double exposure over een andere foto inzet bijvoorbeeld. Kijk, Het dus zijn dat de eerste ik. tips ja. al. Zo. <laughs> daar zijn ze al, daar zijn ze. Al. Hey, um, nee, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het is voor iedereen weer een zoektocht. En we gaan uh, vandaag eens even kijken hoe jij dat dan gedaan hebt. Want het is eigenlijk de volgende vraag die ik aan je had. Ja, hoe is dat voor jou begonnen? Het creatief fotograferen. Of in ieder geval fotografie, hoe is dat voor jou begonnen en hoe ben je dan op een gegeven moment op een creatiever pad beland? Oeh, dat gaat uh, een jaar of vijftien <laughs> terug, denk ik. <laughs> Uh, ik ben nu bijna 30, nog geen 30. Nog geen maar 30, bij, bij, wel ja. bijna. Oh, kijk eens. <laughs> en uh, ja, nee, was vroeg bij dan. al. Echt wel, ja, toen ik in de jaren 15, 16 was, uh, is dat uh, begonnen. Mijn, mijn moeder, die schilderde altijd. Daar heb ik altijd wel uh, met plezier naar gekeken, ook hoe ze dat deed en zo. En uh, op een gegeven moment uh, met een, uh, een uh, vriend van de basisschool, um, die, waar ik contact mee had gehouden, waarvan ik wist dat die ook. Uh, tekenen en, uh, en schilderen leuk vond, heb ik toen een, uh, ben ik toen een tekencursus uh, gaan doen. Uh, bleek al wel redelijk snel dat <laughs> dat er niet helemaal ging worden. <laughs> <laughs> Mooi, hè? ik zou zo graag willen kunnen tekenen. Ja, ja, als ik als kan, ik er kan er ook uh, helemaal geen hout van. Nee, nee als ik. Uh, ja, het komt er gewoon niet uit, laat het zo zeggen. Nee, ik, je uh, ziet ik, het wel maar. Uh, ik, kan, ik kan een tekening voor ogen hebben in, 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 uh, in mijn hoofd en dan het proberen op papier te zetten. Maar, uh, nee. Nee. Het bleek al wel snel, uh, dus dat de camera daar, daarbij uh, uh, beter van, van toepassing was op mij. Ja. En uh, die heb ik toen uh, voor mijn zestiende verjaardag ook gekregen. Daarvoor fotografeerde ik al wel wat, maar altijd met de familiecamera. Ja, ja, en uh, ja. was het zo op vakantie van. Uh, ja, Martijn maakte foto's, weet <laughs> je wel. Die, uh, ja. die, die camera die werd altijd geclaimd. en ja, uh, Martijn documenteert de boel? Ja, en vervolgens was dat ook mijn taak. En uh, Als er ergens geen foto van was, was uh... kreeg je ook uh, ja, ja. het op je bordje. Ja, en waarom heb je wel 300 foto's van een bloem, maar <laughs> heb je dit niet op de foto? Oh, dat zat het oké, okay, dus je had al wel een ja. uh, richting dan. Ja, ja, ja. Toen, uh, dus toen kreeg ik een eigen camera voor mijn 16e verjaardag, en toen ben ik dus nog veel meer bloemetjes gaan fotograferen. <laughs> <laughs> misschien vandaar ook jouw logo. Nu ja, ja, misschien wel. Oh, wie <laughs> Heel veel uh, heel van de natuur ingetrokken met die camera. Uh, veel macrofotografie, ook gelijk een macro lens uh, bijgekocht. Heel veel macrofotografie gedaan met uh, ook best wel um, ja, veel, uh, veel tijd in geïnvesteerd. Mm. Uh, veel moeite ingestoken. En ook gewoon heel lekker om elke, elke keer dan buiten te zijn. Ja, dat en, toch? dat en, is een uh, goede combinatie. Uh, ja, uh, ja. In de ochtenden, zeker in de zomer, om, uh, om vijf uur de wekker en dan uh, We gaan. Kijken of ik libelles en vlinders en dat soort dingen kon vinden. Dat was hoor, man. Ja, zo'n stoere, brede man. Toen was ik gewoon 16 jaar en... Uh, de halfse toen, toen liep ik met een uh, camera om mijn nek met pukkels op mijn gezicht. Ja, dus ja, ik, uh, ja, precies. Toen dacht ik van in de ochtend dan ziet niemand me. Dus dat is lekker makkelijk. <laughs> Slim. Wel gelijk ja. uh, een moment gekozen toen ik met het mooiste licht. Ja, dan. dus, dus dat, uh, daar kwam ik al snel achter. Dat als ik dan te lang bleef hangen dat het dan steeds, dat het minder steeds minder werd en dat ja. ik dan soms gefrustreerd thuis kwam ja. en als ik het inderdaad terug ging kijken dat ik dacht van ik had na een half uurtje kunnen stoppen een half uur uh, was het begin voldoen. was het gewoon uh, het mooist ja grappig grappig ja. dus dat is een beetje uh, hoe dat dan voor jou begonnen is en dus ja. met name met natuurfotografie uh, eigenlijk eh, nou ja eigenlijk begon het dus met uh, uh, eigenlijk gewoon al do documenteren ja. storytelling fotografie van je eigen familie zou maar zeggen ja, een beetje, een beetje van alles eigenlijk. Uh, op die vakanties deed ik dus ook al wel heel veel foto's van de landschappen maken, van de zee. Van, gewoon alles wat ik zag eigenlijk. Gewoon ja, ja, ja. uh, maar beeld, als je maar met beeld ja, bezig bent. Ja, het was gewoon heel leuk om, uh, om ook die dingen terug te zien op... Uh, zeker het inzoomen vond ik toen heel... Uh, ja, heel ja, tuurlijk, ik ja. Kon wow. ja, ja, Ik kon inzoomen. Ja, dat herken ik wel. Dat herken ik wel. En uh, ja, zo is dat een beetje gegaan. En toen in de natuurfotografie heb ik gewoon heel, uh, heel snel ook de, de instellingen en zo geleerd. Yeah dus, uh, dus ik ook op een... de technische aspecten die heb je ja. daarmee uh, mee uh, geleerd zeker hey, want um, nou ja dan ben je dus uh, zo dit verhaal uh, kan ik me wel aan... Uh, dat, uh, dat herken ik wel want zo is voor mij nou ja goed ik was dan niet de familiefotograaf maar nee. bij mij was het inderdaad ook gewoon eigenlijk een wens om beeld vast te leggen dingen die je ziet ik kon inderdaad ook niet tekenen dus voor mij was het ook uh, vrij snel duidelijk dat dat hem niet werd um, maar dan op een gegeven moment nou ja, dan fotografeer je en dan blijkt dat je dat leuk vindt. En dan komt op een gegeven moment denk ik ook wel de wens om dan eens wat, wat, wat mooier, of wat, ja, wat creatiever, of wat hè, een soort van next step te maken daarin. In plaats van alleen maar die libellen vastleggen van hoe kun je dat nou nog ook weer op een andere manier doen. Ja. Um, eigenlijk de vraag die ik daarbij heb is: van hoe kun je nou jezelf dan uitdagen of hoe is dat voor jou gegaan om creatiever werk te maken? Ja, dat is, bij mij is dat heel erg via het internet gegaan. Oké. Okay. Ik heb uh, uh, toen, op, toen was ik in, intussen op de middelbare school uh, uh, en daar had ik een aantal mensen ontmoet die vanuit het, uh, het vogelen, zeg maar, het spotten in de fotografie te oh, ja, ja. kwamen. niet uitvogelen, maar het, het, het ja, vogel, het vogelfotografie, vogel vogel. ja, het ja, vogelen. Dus die, uh, <laughs> die hadden het altijd over vogels en, uh, en die namen dan een camera mee om vast te leggen dat ze die vogel hadden gezien. Ja, 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 terwijl ik was op een hele andere manier in natuurfotografie gerold eigenlijk omdat ik inderdaad veel meer ik wilde uh, heel graag iets moois maken dus dat um, ik wilde niet per se een bepaalde soort libellen vastleggen maar ik wilde een mooie foto van die libellen ja, maken ja. en zij hadden juist zoiets van ik wil gewoon dat die foto er scherp op staat goed belicht, dus zodat we kunnen zien wat voor vogel het zodat is zodat we kunnen zien dat uh, de geflipte goed, uh, de drie straatige geflipte ja, wat uh, uh, juist nou ja, hartstikke leuk natuurlijk, vogels Prachtig, en zo. En, uh, maar goed, to, ik heb toen ook een aantal keer uh, een aantal uh, soort excursies gedaan. Met, met hen uh, meegeweest en uh, op die manier ook nog, nog meer met inderdaad met zoomlens bezig geweest. En uh, vogels gefotografeerd. En toen begon ik al oh, heel snel erachter te komen dat me niet zo heel veel boeide welke soort het was. Maar dat ik liever een, een vogel fotografeerde die op een mooie plek zat. In de waterlinie met, met water ervoor of wat ook. Dan dat ik een bepaalde soort wilde fotograferen. Ja, 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 ja je, je was daar met een andere reden ja, eigenlijk. Ja, exact. Dus, ja. nou ja, goed. Wat ik zei ook. Je, je krijgt daardoor wel heel snel die technische dingen mee. Um, waar, waarom, waarom ik zei ook via het internet. Zij zaten dus op een website. Waarbij, uh, daar werden allerlei natuurfoto's gedeeld. Niet alleen vogels, maar ook uh, libellen, paddenstoelen, wat ook al. En... Um, daar stond altijd bij met welke instellingen de foto gemaakt was. Ja, ja, ja. Dus een uh, klein verhaaltje van de fotograaf en sluitertijd, diafragma, et cetera, et cetera. En toen zag ik dus, oh, zij, uh, zij gebruiken eigenlijk uh, meestal overdag gewoon ISO 100. En ik zat altijd uh, veel hoger, <laughs> want ik dacht, oh, dat is chill. Heb je langs even snelle sluitertijd. Ja, en ja. Uh, dus op die manier en en toen postte ik ook zelf foto's daarop... en die werden dan lekker helemaal afgekraakt ja, weet je wel? ja, ja. waarom zit je op iso 2 ja, uh, ja precies precies waarom uh, waarom deze instellingen En ja. totaal niet over nagedacht ik vond het er gewoon mooi uitzien zeg maar. ja ja precies en toen uh, ja daar heb ik wel veel van geleerd ja. en uh, in een later stadium uh, een jaar of twee later toen uh, heb ik samen met uh, nog een andere fotograaf een hele nieuwe website opgestart voor natuurfotografie die veel meer gericht was op mooie natuurfoto's in plaats van soorten, zeg maar. Soorten ja, ja, maar het is gewoon inderdaad heel anders. Ik heb hier in de buurt wel eens gehad. Dan zat hier. Ik noem dat net een beetje oneerbiedig, Dat drie gestaartige ja, 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 ja. Ik heb er gewoon geen verstand van. Dat laten het daar bouwen. Maar er uh, was er blijkbaar hier een, een of andere bekende vogel. Um, en er stonden ineens dertig man hier in de straat. Stonden dan een boom te fotograferen. Ik begreep er helemaal niks nou, van. Ja, ja. Totdat ik dus hoorde wat er aan de hand was. Um, en die mensen, die hadden allemaal uh, hele. Geavanceerde gear. Veel geavanceerder ja, dan ik. Ja, 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 ja. um, maar uh, inderdaad, die waren daarvoor vooral bezig met. Uh, die hadden ook allemaal een boekje. Uh, waarin stond wat ze dan allemaal al gezien hadden. Dus die waren ook met fotografie bezig. Maar ook met meer een soort van. Ja, ja. Encyclopedie aanleggen voor zichzelf ja, bij. soort lijstje. Ja, ja, ja. Uh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nou, ja, dat is mm -hmm. natuurlijk heel gaaf. Dat, dat is het leuke van fotografie ook. Hè, dat iedereen kan er natuurlijk zijn, zijn ei in kwijt. Ja. Uh, en het is niet alleen maar. Uh, nou ja, Maar jij was er gewoon veel meer mee bezig om echt te kijken van hoe kan ik nou een mooie, esthetisch mooie foto ja, maken. Het zat veel meer in die hoek, inderdaad, voor mij dan, uh, dan de soorten. En uh, ja, ik, de ik denk ook wel dat het een hele mooie route was om de technische, technische kant van de camera te leren kennen. Ja, zeker. Uh, maar al snel uh, kwam ik toch terecht bij het fotograferen van mensen. Ja. En daar begon eigenlijk het hele verhaal weer opnieuw, want toen wilde ik dus. Wel per se, als mensen vroeger maken ze een foto van onze familie, wil ik per se een goede, scherpe, goed belichte foto afleveren. Ja, ja. en dan kwam ik. Een technisch goede foto. Ja, een aflevering. technisch goede ja. foto. En dan kwam ik eigenlijk weer terug um, uh, bij die situatie waar, waar ik gewoon eigenlijk niet tevreden was met de foto's die ik maakte. Ook al waren ze scherp en goed belicht, et cetera, omdat er niks van mezelf in zat. Ja. En toen ben ik in de, in de portretfotografie en in de trouwfotografie en zo. Dat eigenlijk weer opnieuw gaan ontwikkelen om, om, om de creatieve en kunstzinnige uh, daarin terug te brengen op een manier dat het ook waardevol is voor de mensen waarvoor ik fotografeer. Ja, en dat ja. was best wel een a weg met de Bumpy Road. Ja. Ja, a bumpy ja. road. Ja, ja, want daar kun je inderdaad uh, uh, nou ja, natuurlijk van alles doen. Hey, kijk, ik, ik denk altijd maar zo dat de, de technisch goede foto. En daar zit heel veel te leren, valt daar hoor. Maar dat is, uiteindelijk is dat, nou ja, redelijk snel geleerd wil ik niet zeggen, maar dat is, eh, dat is wat, wat mij betreft altijd een beetje hetzelfde als autorijden. Ik heb dat voorbeeld wel eens eerder aangehaald. Kijk, autorijden, dat, dat, eh, dan moet je leren schakelen en, en, en remmen en allemaal mm. dat soort dingen, maar dat op een gegeven moment doe je dat en denk je daar niet meer over na. Verder. Automatisme ja. is automatisme gewoon. En dan gaat het gewoon om het rijden. En hoe je driftend de bocht door kan. Uh, dan gaat het, hè? Maar dan, dan, dan begint het rijden pas echt. En dat is met fotografie voor mij ook een beetje. Dat je die techniek, daar denk ik niet heel erg meer over na. Je gaat veel meer nadenken over wat zie ik in mijn hoofd, of ja. hoe zie ik het en hoe wil ik het vastleggen. Ja. En, daar, en daar komt dan een beetje meer die creatieve angle. Misschien of dat artistieke. Ja. Uh, voor ja, jezelf ook? Het zijn eigenlijk verschillende lagen natuurlijk. Je foto is opgebouwd natuurlijk uit, uit een technisch aspect. Ja. Maar ook uit jou, uh, jouw visie natuurlijk. Jouw visie komt heel erg terug in, in je foto. En die, jij neemt bepaalde elementen op in, in een foto. Terwijl ik op dat moment bijvoorbeeld juist uh, een veel kleiner shot zou nemen. Of juist veel wijder. Ja. Of veel donkerder. Ja, of veel donkerder wel. of veel lichter. Hè. Dus ieder, iedereen ze uh, zijn visie is anders daarin. En dat ja. zie je ook heel erg terug in, in, in iemand zijn foto's natuurlijk. Ja. En dus, hoe, ga je dat dan, hoe ga je dat dan ontdekken? Want dat is eigenlijk de vraag. Daar begon het eigenlijk ook al mee. Creativiteit, creatieve fotografie is voor iedereen een ander pad. Ja. Maar hoe, on, hoe, wat kun je nou allemaal doen om dat te ontdekken voor jezelf? Ja, kijk. Ik heb, uh, wat, wat, ik, wat, wat ik in het begin met jou ook uh, besprak. Uh, toen ik op het punt kwam van... Dit is niet helemaal wat ik wil. Toen heb ik dus besloten om die workshop te doen met Sean uh, Flanagan. Oh ja, ja. En dan Sean Flanagan heeft natuurlijk een hele uitgesproken stijl ook. En weinig uh, regels. Het is echt uh, best wel uh, een... Um, ja, een, uh, een rauwe stijl, zeg maar. Zeker, ja. Zeker ook qua edit, et cetera. En toen... Um, toen besefte ik van ja, dit is, hij doet echt zijn ding. Weet je ja. ik, ik, zie, ik zie dat hij gewoon. Dat is een echt een skater ook, ja. hè, weet je wel, dat 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 taartje soort... klopte gewoon. Ja, ja, het klopt helemaal. Dus, uh, dus, dus dat was voor mij. Hard rock en zo Rock ja. volgens mij ook maar ja, ja, zo. Ja, 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 zeker. Ja. Um, dus ja, ik dacht van, ik, ik, ik heb iets nodig om, om daaruit te komen. Je, ja. om, om een stap verder te komen. En voor mij was een workshop dus uh, een ja. hele goede aanzet om, om van hem ook te horen. van... Je, je moet gewoon. Gaan experimenteren, ga, ga voor jezelf dingen maken. Ga niet alleen voor mensen fotograferen of in opdracht fotograferen, maar juist daarbuiten leer je zoveel ja. wat je kunt meenemen weer in je volgende opdrachten. Precies, dus en, vrij werk. Ja, vrij werk, vrij werk maken. En dat is, dat is gewoon de laatste paar jaar voor mij uh, ja, veel, veel sterker uh, naar voren gekomen. Ook um, als ik merkte dat ik uh, uh, creativiteit kwijtraakte of inspiratie kwijtraakte, omdat ik dan... Zeker de eerste jaren dat ik veel bruiloften fotografeerde, was ik alleen maar daarmee bezig. Ja, ja. En dan kijk je ook en, alleen maar naar bruiloftsfotografie. Ja, en dan kijk je alleen maar naar uh, bruiloftsfoto's. En dan, zie ik, dan word je er helemaal ingetrokken. En toen, uh, toen ik dus dan weer in Kaapstad uh, was, samen met, samen met mijn tweelingbroer. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd van joh, het, we hoeven niet alleen maar te surfen hier. <laughs> we kunnen ook gewoon uh, mensen vragen om samen te werken en uh, wat wat projecten te gaan doen die, die die we allemaal leuk vinden zeg maar dus dat hebben we toen gedaan het, uh, het is in Kaapstad boorden vol met uh, allerlei modellen van uh, um, van internationale agencies en weet ik uh, allemaal dus die ja die zijn heel die zijn binnen handbereik zeg maar en die staan heel, heel erg open ook voor uh, ja en, uh, en die willen allemaal hun portfolio uitbreiden Ja. Uh. Dus het was, uh, ja, dat was eigenlijk heel makkelijk. Je, ik stuurde toen gewoon een, 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 een ik weet nog, uh, um, dat het gewoon een heel kort simpel mailtje was eigenlijk naar één uh, zo'n agency. En ik zei, joh, ik ben hier, ik ben een fotograaf uh, uit Europa, maar uh, ik wil heel graag hier, hier nog bezig blijven. En ik uh, heb hier toevallig uh, een, een modellen. Een paar, paar modellen over. Ja, die, uh, die nog uh, werken aan hun, uh, aan hun portfolio bijvoorbeeld. Die, uh, of die net nieuw zijn bij jullie agency. En toen uh, was het echt zo van... Uh, ja, hi, uh, Martijn, uh, hier is een lijstje. Uh, laat me weten uh, welke, welke je geschikt denkt uh, voor, voor, jou, uh, voor jouw project. Ja, ja, ja. Um, ja to, toen ging het eigenlijk allemaal heel snel. En dat doe ik nu de laatste jaren alleen maar als ik daar ben. Dus inderdaad, gewoon zorgen dat je... Hè, want wat mooie van vrij werk is natuurlijk dat er... Nou ja, we hebben dat hier opgeschreven. Uh, er hangt niks van vrij werk af. Dus... Dus er is, geen, er is niemand die zegt van hij nee, is niet goed. Mm. Dat is, en dat is natuurlijk perfect, hè? want als ja. er iets een killer voor creativiteit is, is als de regels zijn. Exact. Hè? En dat wil ja. je natuurlijk. Uh, dus het is een veilige omgeving om, om gewoon helemaal los te gaan. Eigenlijk. Ja, dat, dat is. Ik denk dat dat uh, voor creativiteit heel uh, um, essentieel is. Dat jij op het moment dat je creatief bezig wil zijn, dat het... Um, los is van, of los staat van verwachtingen van iemand anders. Ja. En, uh, of van de beoordeling van iemand anders alleen al. Dus als jij, um, nou, noem maar wat, je gaat naar een opdracht voor een klant toe, dan ga je niet eens even experimenteren met <laughs> nieuwe instellingen of een nieuwe flits die je hebt. Nee, nee, dat is niet het moment. Dan um, is het veel fijner, ook voor jezelf, om een uh, situatie te creëren waarin uh, niemand je beoordeelt, waar je gewoon Helemaal kan doen wat je zelf wilt. En ook achteraf kunt kijken, evalueren. Is dit nou. word ik hier blij? Van, word ik hier enthousiast van? En word je ja. daar enthousiast van? dan kan je daar verder borduren. Ja. En op een gegeven moment, als je dan die nieuwe techniek. Of, of die nieuwe manier van fotograferen. meer onder de knie hebt. en je bent er comfortabel mee. en je hebt het gedeeld op internet of op Instagram. en mensen hebben gezegd voor joh, kun je niet ook eens zoiets voor mij doen? dan kun je dat ook gaan omzetten in betaald werk. Ja. En dan kom je hopelijk uit in de, in de situatie waarbij je betaald wordt... voor jou voor wat voor jou creatieve fotografie ja. is. Waar je blij van wordt. Waar je blij van wordt en waar ja. de mensen ook blij van worden. Ja. 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 Dus ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk de ja, ideale positie. Dat is de droom. Ja. En ik denk ook wel, als we, wij fotograferen nu allebei... Uh, nou, ik denk dat ik uh, professioneel nu ruim tien jaar... Jij ook, ook zoiets. Ook zoiets, ook ja. zoiets hè, denk ik. Ja. Um, ik denk dat we allebei gedeeltelijk in die positie zitten... Voor, eh, dat is zeker niet met alle opdrachten zo. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Um, maar ik denk als je een bepaald percentage van je opdrachten op die manier kunt doen. dan. Uh, want, we hadden een voorbeeld. Uh, misschien leuk om even te noemen. Jij hebt mm -hmm. een shoot gedaan. waar was dat? Uh, ja, ik uh, heb. een uh, of zo, geloof ik? Ik heb inderdaad uh, de, de laatste. Uh, de laatste paar jaar. Um, niet alleen dus de workshops met jou samen bijvoorbeeld gegeven, de Real Madness yeah, workshops, Workshop, maar ben ook naar workshops blijven gaan juist om creatief uitgedaagd te worden. Juist, yes, juist. Yes. En op die, um, op die workshops um, ben je ook uh, met mensen die ook yeah. creatief gezind zijn en die, die, die in ieder geval interesse hebben in fotografie um, en op die, op die manier kun je ook heel snel vrienden maken yeah. en dus uh, een situatie creëren, creëren waarin je samen elkaar de vrijheid geven van joh, we gaan nu dit proberen, maar het is een experiment. We weten het niet. We gaan kijken wat eruit komt. En Is het mooi? Dan is het, het fijn. Ja. En dan ja, dat, dat, is, dat is de plek dat waar je wilt zijn. Ja. Die die serie staat inderdaad ook op mijn website. Die uh, zijn creatieve zwart wit portretten ja. van uh, van een stijl. En uh, we zijn echt letterlijk gewoon naar buiten gegaan en gezegd van joh, we gaan gewoon geen, dingen proberen. Ge ja, ge we gaan geen, dingen proberen. Er zijn geen gekke. Nee, geen grenzen, zijn niks. Geen, ja geen gekke ideeën. Als hij iets roept, deze foto ja. uh, die ik net ook uh, nog even benoemde, jou. daar zitten ze met z'n tweeën, zitten ze in een soort van uh, ja, bouwslurf. slurf, ja, ja. wat is het? Ik weet ja, niet wat het dat is. Bouwafval. Bouwafval, hè, wat in de grond uh, dat ligt daar en daar heb je, eh, daar heb je ze heb ingezet. Um, het is een vette foto. Uh, ja, ja nee, maar weet yeah. je wat? Maar dat is, dat zijn, dus, dat is, dat komt voort uit het feit van er zijn geen gekke ideeën. Precies. Want als jij met een uh, met een klant daar loopt, de gemiddelde klant... die <laughs> wil niet in het bouwafval gaan zitten. Ik denk, wat, wat hebben we in helemaal hemelzaam Nee, wat, 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 precies. Die wil geen fietswiel voor zijn hoofd houden ja. of wat ook. Nee. Dus um, ja, dat, en da, dat geeft mij heel veel energie. Uh, als, ik, ja. die, als ik die serie terugzie... dan heb ik echt zin ook om die foto's te gaan bewerken... Ja. en, en ja. te kijken hoe dat uh, als serie dan uh, eruit komt. Ja, en als je dat dus ook gemaakt hebt in, in dat vrije werk... En je, en je deelt dat, dan zien... Misschien toekomstige klanten dat. Ja. En dan zien ze ineens... Dan, we hebben een foto spreek je aan of niet? Dan zien ze dat en dan spreekt het ze misschien aan. En dan snappen ja. ze het ook. De volgende ja. keer zij dan zegt van... joh, Kun je even een blok hout voor je gezicht houden? Ja, ja, ja. Dan, ja, dat, ja. Is, dat is steeds raar, maar het is niet... Uh, misschien snappen mensen het dan beter. Mm. Dus vrij werk is daar een goede in. Um, ja. Om jezelf de kans te geven... Hè, om te ja, De ruimte en de, de, ruimte. de vrijheid. Ja, Zonder ook... dat mensen beoordelen... Exact. En dat er geen verwachtingen zijn. Dat is uh, ja. essentieel, denk ik, aan, uh, aan echt experimenteren. En dus samen met anderen. Want we hebben net hele workshops. Want die workshop waar we dan die fotoserie die jij gemaakt hebt, dat was de Wolves uh, workshop. Ja. En ja. wij hebben natuurlijk samen samen met Naomi uh, ook de Real Matters workshop gedaan. En daar probeerden we dat ook te laten zien. Hè? Dat je gewoon, wij gingen toen ook rare dingen doen. Ja. Gewoon uh, met lampjes en spiegels en allemaal, uh, ja, allemaal dat soort ja. dingen. Het liefst in, in, oh, ja, in een ruimte of, of in een situatie waarin je anders niet zou fotograferen. Ja. En dan kijken hoe ver je komt. Wat zie je allemaal? En wat kun je, wat je, kun je gebruiken? Ja. Ja, reflecties, licht. Uh, ja. Plus ook uh, om, om even terug te gaan op die workshops. Uh, de workshop die wij toen hebben gehad hier was één dag natuurlijk. Ja, en de workshops ja. die wij samen hebben gegeven was drie dagen. Drie dagen, ja precies. En de, de Wolfsworkshop bijvoorbeeld, waar ik een aantal keer heen ben geweest. Dat is een week, hè? Dat is een week. Ja. En je ziet ook dat um, uh, hoe langer je dan op zo'n zo workshop bent en je bent in een creatieve omgeving, je ja. leert mensen kennen en je leert je ook geaccepteerd voelen, zeg maar. Zeker, ja. Uh, hoe beter dat is voor het creatieve proces. Ja, ja die bubbel, hoe langer ja. je daarin kunt zijn, hoe, uh, hoe beter, denk ik. ja, ja ik zeker. had het met Chris over en dan hadden wij het over met Chris uh, in een van de vorige afleveringen. Uh, hij organiseert reizen naar, naar IJsland en Kyrgyzije. Uh, mm. um, he, ja, heel tof. Ja, zeker wel. even uh, de website uh, bekijken. Uh, chriskeunig.com. Ik zal het gewoon even noemen. Maar je kunt ook uh, via fotografiebeginner.nl uh, daar zeker nog even naartoe. Um, maar wat ook daarvan zo leuk is, en had ik het met hem ook over, hoe langer je daarin zit, hoe langer je ook de tijd hebt om dingen te leren. Want dan, hè, dan valt het kwartje misschien een dag later pas. Ja. En als het, een, als het een workshop van de twee uurtjes is, dan... Ja, dan ben je er alweer uit of zo. Uh, dus hoe langer je daarin ja. kunt blijven zitten, hoe beter, uh, denk ik. Ja, plus je hebt, je hebt uh, iets meer de tijd om uh, de mensen die daar ook aanwezig zijn te leren kennen. Ja. En uh, bepaalde vriendschappen ook op te bouwen. En die vriendschappen die, die, uh, kun je op latere op later momenten weer gebruiken om dus de creativiteit weer een boost te geven. Te zeggen van, joh, zullen we samen eens een. Uh, een weekendje weggaan naar een stad en daar iets doen. Nou ja. wat wij toen hebben gedaan? Precies, ja. Waar zijn we geweest? Ja. We zijn uh, naar Schotland geweest. Dat is al veel uh, te lang geleden. Dat man. is wel heel lang We hè? moeten ja. even wat plannen weer. En dat is een goede <laughs> lijkt me super Zeker, ja. ja. Maar uh, ook daar die, toen een hele week natuurlijk. Camera's en ja. uh, overal mee naartoe. En uh, Zapels, straatfotografie ja, joh, inderdaad. Ja. In het donker. In de natuur, Landschappen. Uh, alles, alles. Alles, 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 alles. Maar inderdaad, alleen maar <laughs> gekke ideeën ook. Dat je al ja. sigaretten roken, met ja. rode lampen. Ja, dus ja, en Overal waar licht vandaan kwam. Dan ja. uh, kon je iets proberen. kon je iets proberen. Inderdaad. Ja. En, uh, en ook natuurlijk heel veel van elkaar leren. Ja. En dat is, uh, dat is gewoon uh, voor het creatief proces ook heel belangrijk, denk ik. Dat je ja. mensen om je heen hebt die eigenlijk in, in dezelfde fase zitten in, in die ontdekkingstocht en uh, die jou ook willen helpen. Ja. En, en andersom ook. Om, um, nou ja, om, om je die ruimte en het vertrouwen te bieden. van joh, weet je, wij gaan nu samen op pad, ja. maar het maakt me niet uit wat voor foto's je maakt. Of we gaan gewoon we gaan lekker het proberen. Ja. Ja. ja, en ik denk ook wel dat het, het is ook gewoon heel goed om. Uh... Want soms is het een beetje een eenzaam beroep. Dat heb ik wel eens eerder gezegd op de podcast. Normaal dat is het helemaal niet zielig. Geen zorgen allemaal. Uh, maar het is wel lekker om uh, he, gevoerd te worden met enthousiasme. Wat ik dan bij jou zie als je over fotografie praat. Nou, zo waren we op die trip natuurlijk ook alleen maar over ja. fotografie en dat soort dingen aan het praten. Nou, daar raak je helemaal van geïnspireerd. En dat heb je natuurlijk als je het alleen allemaal gaat doen. Heb je dat niet, niet zo snel. Nee. Ja, dan is dat dan. moeilijker, moeilijker. Ja. Ja. Hey, ik zit even te kijken, want het gaat alweer zo rap uh, dit. We hebben nog maar een paar minuten. Uh, o, okay. Wij dachten er weer <laughs> dat we het te weinig hadden. Nee, maar, nee. ik zit heel even te kijken, want, want uh, hey, de, de weg naar creatieve fotografie. We hebben workshops benoemd. Ja. Uh, we hebben het zoeken van andere mensen om je heen benoemd. Vrij werk, ja, maken. Vrij werk maken, ontzettend belangrijk. Um, maar we hadden ook opgeschreven uh, uh, andere inspiratiebronnen, als bijvoorbeeld boeken. Uh, ik heb hier nog even opgeschreven: internet. Dus bijvoorbeeld Skillshare, Udemy, mm. Creative Live, allemaal van dat soort websites. Heb, je, heb jij nog bijvoorbeeld boeken of andere inspiratiebronnen waarvan je zegt: van joh, dat zijn dingen. Dan ja. moet je ze induiken. Wat, wat voor mij heel erg geholpen heeft, uh, is mijn Instagram helemaal resetten. Okay. Uh, ik wilde eerst Instagram helemaal verwijderen, omdat ik vond. Uh, dat ik er op de verkeerde manier mee omging. Oké. Okay. En dat was eigenlijk. Uh, dat je scherm ondersteboven. Of? <laughs> Sorry. Man. Ik had hem op, op, op landscape zo, maar uh, de foto's draaiden niet. Nee, precies. Ja, precies. Nee, uh, ja, ik, ik zag veel te veel trouwfoto's en nee. in een tijd dat ik zelf heel veel ook met trouwfoto's bezig was. En dat uh, ik merkte gewoon dat dat het gaf een soort angst of een soort jaloezie ook of zo soms van. Zij zijn ze dit aan het doen, maar ik niet. Um, en uh, zij maken allemaal dit, dus moet ik dat ook doen of niet? Ja, je krijgt alleen maar vragen eigenlijk. Ja. En uh, ja, ik hoorde van de mensen om me heen en van de mensen waarvoor ik werkte, juist altijd best wel positieve berichten waar, waar ik gewoon altijd heel blij om werd. Van, ah, We zijn zo blij met de foto's en wat heb je dat gaaf gedaan? En als ik dan op Instagram kwam, dan was dat zeg maar helemaal weg. En dan had ik alleen ja. nog maar dat gevoel van Instagram. Ja. Dus toen dacht ik, ja, ik wil er helemaal van af mij. Dus toen, uh, toen ging ik nog eens kijken. En, en um, via de explore pagina bijvoorbeeld van Instagram... zie je dan weer heel, heel veel andere dingen. Andere soort fotografie. Andere soort fotografie. Uh, nou ja, goed, noem me maar op. Ook veel surfdingen komen er dan bij mij voorbij natuurlijk. En uh, nou, toen zat ik een keer te kijken bij een surffotograaf... die dan ook weer portretfoto's maakte. En ook weer op een hele andere manier dan dat ik eerst het zag. Dus wat ik toen gedaan heb... Ik heb gewoon heel veel uh, pagina's... Uh, nou ja, door, door de maanden heen eigenlijk gevonden, die totaal anders waren dan, dan nou, mijn eigen fotografie of de nee. fotografie waar ik mee omringd was. En uh, die ben ik allemaal gaan volgen. En die heb ik ook. Uh, dus je hebt het, die alg krijg je ik hebt het algoritme feed. gekraakt. Ik heb het algoritme gewoon helemaal op zijn kop gegooid. <laughs> <laughs> dus zat daar uh, iemand die dacht, wat doet iemand nou ja, <laughs> Nee, dit klopt niet meer. Dus ze we weten ook niet meer wat ze nu op mijn pagina moeten Maar dat is dus perfecte, Want uh, het is allemaal uh, door elkaar. Ja, maar dat is dus precies wat je probeert ja, te zeggen, volgens exact. mij. Exact. Ja, en dan krijg je zoveel verschillende invloeden. Die kun je vervolgens een um, soort. Um, ja, mengen in je eigen werk. Dus het ja. is dan geen kopiëren meer. Maar het is meer. Je ziet iets en dan denk je. hé, hey, wacht even, dit is een, een foto uit een hele andere scene, noem maar wat, uh, getune auto's dus, bijvoorbeeld. Maar die foto, die is op een bepaalde manier gemaakt. Als ik diezelfde techniek bijvoorbeeld gebruik, ook in trouwfoto's, dan kan het wel weer iets heel vets opleveren. Ja. Dus zo ga je dan stukjes van andere. Uh, soorten fotografie of soorten uh, kunst eigenlijk kunst, ook. Ja, ja. Want er zit ook heel veel beeldbewerkingen en zo bij. Schilderwerk. Uh, kun je ja. het, weet je, kun je natuurlijk van alles... Uh, Allemaal meenemen in je eigen films. Uh, fotografie. Ja. Ja. En uh, ja, op die manier heb ik toen eigenlijk, uh, dus wat ik zeg, Instagram omgegooid. En dat is nu jezelf nog steeds een van mijn grote inspiratiebronnen. Ja, 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 ja. Dus, um, ja, nee, maar dat klopt. Je kan ja. er ook onwijs veel uithalen. Maar ik denk dat je wat je zegt, uh, ja, je moet jezelf eigenlijk uit die sleur halen. Toch? Exact, wat ja. uh, Niet om dat algoritme nou een sleur te noemen, of misschien ook wel eigenlijk. Wel, heel gewoon erg. Ja. Ja, ja, Laat <laughs> nou, het gewoon doen. Ik denk niet ja. dat Instagram nu boos op wordt. Uh, nee, nee, nee. Maar uh, nee, want dat is inderdaad wel een beetje wat het is. Um, gewoon jezelf prikkelen. Ja, exact. Gewoon uh, even jezelf een poor geven, mm. door juist weer hele andere dingen te, te laten zien. Ja. Um, ik heb zelf afgelopen maand bijvoorbeeld ook, uh, ik ben nu natuurlijk ook door fotografie beginner. Uh, ben ik ontzettend veel bezig met videografie. Mm. Weet je wel, dat is ook weer een hele andere tak van sport. Uh, films, nou ja goed, ik waarschijnlijk zwaai even naar de camera. Dit is allemaal niet heel spannend. Nee. Uh, maar het leert je ook weer op een hele andere manier kijken naar, naar dingen. Uh, ik ben nu bezig met een, uh, Dus een YouTuber, een bekende YouTuber, jij zal hem misschien ook wel kennen, Casey Neistat. Nou ja, goed, u moet mij eens opzoeken. Casey Neistat is een, een bekende vlogger. Ik was mm. helemaal nooit zo van de vlogs. Maar als je zijn vlogs bekeken hebt, dan begrijp je wat, wat vloggen is en, okay, waarom, ja, ja. en waarom het wel leuk is. Um, en, en hij geeft dus ook inderdaad een, een cursus uh, van een maand. En dat is. Uh, weet je, daar word je ook weer helemaal door geïnspireerd. En op, op een andere manier ga je naar beeld kijken. En dat ja. kun je dan ook weer in je eigen fotografie bijvoorbeeld weer terug, uh, terug laten komen. Mm, dus, ja. uh, nee, nice. um, we zijn over de tijd heen. Maar ik wil toch nog even vragen: uh, heb je nou, als er nou drie tips zouden zijn die we mensen moeten meegeven om hun creatieve proces te kickstarten of op gang te helpen, wat, wat zou je dan, wat zou je mensen nou mee willen geven? Drie punten zei je? Oh, je mag er ook uh, twee of de vier. Wat ja, ja, ja. jij, jij hoe wil je er nog kunt ja, houden. Ik, weet ik denk dat, dat de twee belangrijkste voor mij in ieder geval waren om de inspiratiebronnen. Uh, te herzien of in ieder geval te blijven veranderen en blijven vernieuwen. Ja, want Instagram is ervoor gemaakt om uh, jou hetzelfde te blijven geven als wat je lijkt. Maar ja. dat, dat moet juist niet. Je wil juist nieuwe dingen krijgen. Dus dat soort dingen herzien. Nieuwe boeken kopen, uh, andere films kijken dan dat je normaal kijkt, et cetera. En de tweede is um, uh, het creëren van een omgeving waarbij je dus niet beoordeeld wordt of niet afgerekend wordt op het maken van experimentele foto's. Ja. Dus dat je echt de volledige vrijheid voor jezelf neemt door um, nou ja, alle beoordelingen en, en, uh, en verwachtingen uh, eigenlijk aan de kant te zetten. En gewoon te zeggen, joh, ik ga gewoon iets maken en wat mijn hart me ingeeft. En ik zie het wel, als het mislukt, ja. is er niemand die het erg vindt. Ja, want eigenlijk is mislukt dan al niet het goede woord. Nee, het is gewoon, exact. Het, is gewoon, het zijn jouw uitingen van, ja. van creativiteit ja. en, uh, en uh, ja, op die manier kun je jezelf veel vrijer voelen. Ja. Dus dat is denk ik. Uh, en dat vaak genoeg lang... doen zorgt ervoor dat je. Hè, als je dat maar vaak genoeg doet. Dan kom je vanzelf op een plek die weer voor jou wel wat betekent. Zeg maar. Exact. Ja. ja, ja. Um, en een laatste punt zou dan nog zijn: hè, volg een workshop. En ga via die workshop ook weer met nieuwe mensen in contact komen. Gebruik uh, die contacten misschien weer om een fotoreisje te maken. En ga op die manier ook werken aan een soort netwerk. Van mensen die in dezelfde uh, zoektocht zitten naar creativiteit ja. en, uh, en, en uh, kunstuitingen, zeg maar. Ja, ja, ja. En, uh, en uh, proberen dan samen ook daar elkaar te helpen en uh, bij te staan. Ja. Dat, uh, toch, toch, drie, toch drie. Ja, ja, toch drie geworden. Ja. Goed man. Nee, maar ik denk uh, uiteindelijk inderdaad de, 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 de prachtige tips. En ik denk de, de conclusie is gewoon... Zorg dat je jezelf uh, blijft prikkelen door inderdaad die omgeving te creëren waarin je vrij, je vrij voelt mm -hmm. um, en gewoon uh, aan de slag gaat en yes. elke keer weer nieuwe dingen gaat proberen bekijken doen en dat allemaal meenemen in fotografie. Ja, goed man. Perfect. Ik uh, toch? Dus mooi samenvatting. Nou, hartstikke ja? goed. Lekker, ja. lekker. <laughs> hey, uh, ja, dan nou zijn we er. We zijn er redelijk ruim al over de tijd heen. Dus uh, ik moet meestal toch wel... meestal met mij. <laughs> <laughs> ik weet hoe dat gaat. Ja. Ik doe gewoon nog een keer 30 minuten met je. Uh, nog, ja, ja, ja. Een andere keer doen we zo nog een kopje thee. Dat is hey. Goed. Um, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, ik ga de luisteraars nog even bedanken natuurlijk. Het zijn er een stuk meer dan ik elke keer weer verwacht, maar uh, hartstikke ja, ik goed. Hey, ik hoop dat je genoten hebt uh, en uh, weer wat nieuws uh, hebt geleerd. Um, in dit 30 minuten gesprek hoorde je fotograaf Martijn Roos. Ik uh, zorg in de show notes even dat je zijn website, zijn Instagram en uh, de, je zit er nog wel op. Dus we gaan dat ook nog even benoemen uh, en al je andere links uh, erbij gooien. Um, we hebben het gehad over de weg naar uh, creatieve fotografie. En uh, ik wil je bedanken voor het luisteren. Uh, wil je nou op de hoogte blijven van meer uh, uh, leuke fotografietips en tricks? Uh, zorg dan even dat je lid wordt van uh, de nieuwsbrief, de Facebookgroep, uh, andere social media accounts. Nou, ik schooi uh, er allemaal bij in de show notes. En uh, ik hoop dat je er een uh, beetje hebt kunnen luisteren allemaal. Heb je leuke feedback? Laat het ook zeker even weten. Dat mag via shoot.fotografiebeginnen.nl of even een reactie op de website. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk om te lezen. Um, dat is hem. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag nog en uh, tot in de volgende aflevering. Mijn naam is Sjoerd en dit was de Fotografie Beginner Podcast.